Welkom bij Spellers Onder, leuk dat jullie weer kijken. Dit geeft met jullie een blik werp op Toucana Builders, uitgegeven door Jumping Turtle Games. Het is een spel voor 1 tot 5 spelers waar je een 30 minuutjes mee bezig bent. En zoals de titel al een klein beetje verklapt, gaan wij ons eigen eiland bouwen door daar bepaalde routes in te leggen die de verschillende hutjes verbinden met de diverse dieren in de juiste kleur en de joker toekans die overal naartoe kunnen. En degene die uiteindelijk na 2 rondes de meeste punten heeft weten te verzamelen door het beste netwerk te bouwen, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in de box zit. Het spel is bedacht door Eilif Svensson en Christian Otsby en wij krijgen. De spelregels in het Nederlands die zijn prettig opgezet, overzichtelijk, duidelijk en gemakkelijk om te begrijpen. Met achterin nog een paar varianten zoals het solospel en de prestatiekaart. Wij hebben het scorebord met de 3 kleuren waarin we punten kunnen scoren. Voor elke speler een eilandtegel met een soort mat playmat, lekker degelijk, hou ik van. We krijgen de verschillende tegeltjes. Zakje zat er niet bij, die heb ik erbij gedaan. Die we gebruiken om ons eiland op te bouwen. Elke speler krijgt een startsetje aan tokens met daarin je hutjes, de genummerde tegeltjes 1 tot en met 6 en de fiches in jouw kleur om de score bij te houden. We hebben een aantal kaarten, jokerkaarten en de setupkaarten en de opdrachten en natuurlijk de plaatsingskaartjes. Dat is wat we allemaal krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Iedere speler krijgt zijn eigen eiland. We leggen een marker op elk van de 3 scoresporen. En we nemen onze startfiches genummerd 1 tot en met 6. En de 6 hutjes in de 3 kleuren. Daarnaast krijgt iedere speler een joker. We pakken 1 van deze setupkaarten. En die geeft aan hoe we de hutjes op ons eiland moeten plaatsen. Dus in dit geval komt hier een rood hutje. En hier... De gele hutjes plaatsen we hier en de blauwe hutjes komen op de posities hier bovenaan in het spel. En alle spelers doen dat op dezelfde manier, daarna heb je deze setupkaart niet meer nodig. Vervolgens hebben wij natuurlijk onze 6 unieke fiches. Daarvoor hebben we deze viskaarten. Die schud je, 6 stuks in totaal. En die ga je 1 voor 1 opendraaien. In dit geval pak ik eerst de gele vis. Dat betekent dat tegeltje nummer 1 komt op de gele vis. Waarbij je let op het kleine stijgertje wat je ziet. En dat overeenkomt met het stijgertje op de tegel. Dus dat is de oriëntatie. En dan gaan we verder. We pakken de volgende. Dat is de paarse vis. Even kijken, dan komt die op deze manier, de rode vis, enzovoort, enzovoort. En alle spelers doen dit tegelijkertijd en op dezelfde manier. Maar zo zetten we het spel op. Het spel heeft 2 rondes waarbij we proberen dieren in een bepaalde kleur te verbinden met het hutje in dezelfde kleur, om daar punten mee te halen. Elke ronde bestaat uit 12 beurten, 12 kaarten. En die gaan 1 voor 1 open en die tonen ons waar we tegeltjes neer gaan leggen. En aan het einde, wie de meeste punten heeft, en dan tel je de scores van de 3 kleuren bij elkaar op, wordt de winnaar. Dus zo zet hem op. Laten we maar eens gaan bouwen in Toucana. Hij is willekeurig een leider aan en die krijgt de stapel terreinkaarten. En die begint elke keer door 1 kaart open te draaien. Aan te geven welk terreinsoort we hebben, in dit geval zand. En dan pakt elke speler uit de zak 1 tegeltje. Hier onderaan heb je een kleine legenda die aangeeft hoe vaak bepaalde vormen erin zitten. En die tegel ga je vervolgens plaatsen op het terreintype wat hierop staat weergegeven, in dit geval zand. Nou, voor mij komt dat toevallig best wel goed uit, want ik kan mooie verbinding maken op deze manier. Je bent niet verplicht om tegeltjes op zo'n manier te plaatsen dat de weg daadwerkelijk ergens naartoe gaat. Je mag gewoon doodlopende stukjes maken, zoals ik hier heb gedaan. Maar natuurlijk wil je de optimale verbinding hebben. En verder is het natuurlijk wenselijk dat je gele dieren verbindt met gele hutjes, want dat is de manier waarop we punten krijgen. De toekans kunnen overal naartoe.
Dus deze is nu via een weg verbonden met de gele hut, dus scoort een punt. En als ik die ook weet te verbinden of een van die beestjes die hier aan de zijkant staat afgebeeld, dan kan ik daar ook nog extra punten mee scoren. En als het je lukt om een dier in één kleur of een toucan met meerdere hutten te verbinden, voor de toucan elke hut waar hij mee verbonden is levert je een punt op. Voor een dier in een kleur, elke kleur die overeenkomt met dat dier, elke hut die hiermee verbonden is. Dus als ik deze ook nog een keer weet te verbinden met die hut, dan kan die ook dubbel scoren. Maar zo gaan we elke keer een nieuwe kaart opendraaien. In dit geval gaan we in de jungle plaatsen. Ik pak weer een tegeltje. En ik ga kijken, oké, jungle, waar ga ik deze neerleggen? Nou, misschien dat ik die wel op deze manier neerleg. Want dan heb ik weer een verbinding met hutje en deze toucan. En ik heb nog een opening gehouden vanuit deze positie. Dus daar kan ik misschien verder nog wat mee. En als iedereen dat gedaan heeft, wordt de volgende kaart opengedraaid. In dit geval gaan we in het gesteente, in de bergen plaatsen. Ik pak weer een tegeltje. Ik ga kijken wat een goede positie is. En ik denk dat ik dit wel een verbinding vind die de moeite waard is. En zo knutselen we vrolijk verder tot deze stapel leeg is. Eén keer tijdens elke ronde mag je je joker inzetten. Dat wil zeggen, op het moment dat er een tegeltje open gaat, een kaart, en die zegt lava, en je hebt een tegel waarvan je zegt, ja, nee, dat is nou niet handig om die op de lava te zetten. Die wil ik hier hebben, want dat is echt de perfecte positie om hem neer te leggen. Dan mag dat. En dan gebruik je je joker voor, sluit je hem en aan het einde van de ronde, dus nadat deze 12 kaarten op zijn, gaat hij weer open zoals hier ook op de rug staat. Maar dan kun je één keer het verplichte terreinsymbool negeren. Nadat de ronde voorbij is, de 12 kaarten zijn allemaal gespeeld, dus we hebben 12 tegeltjes neergelegd, gaan we scoren. Dan gaan we dus kijken, oké, dit gele hutje is verbonden met één geel beest, een gele puma, dat is een punt, één toucan, dat is een punt, dus ik krijg hier 2 punten voor. Dit geel hutje is nergens mee verbonden, geen punten. Rode hutje, nou ja, ik ben natuurlijk een slecht voorbeeld, want ik heb maar 4 tegeltjes neergelegd. Dit blauwe hutje, verbonden met één blauwe aap, 1 punt. Nou, en zo krijg je bijvoorbeeld een score van, laten we zeggen dat ik hier zo eindig, whatever. Dan is de eerste ronde voorbij. Deze kaarten worden allemaal weer geschud. En we gaan de tweede ronde in. De joker gaat weer open voor iedereen. En we openen weer de bovenste kaart. De gesteentes, de bergen. We pakken weer een fiche en die gaan we plaatsen. En eens even kijken wat is op dit moment een handige positie. Ik denk dat ik hem hier maar eventjes neerleg. En zo gaan we dus weer 12 kaartjes door. Hebben we weer 12 tegeltjes geplaatst. Is ons netwerk, als het goed is, nog verder uitgebreid. Gaan we aan het einde van de tweede ronde wederom scoren. We gaan weer per hutje kijken waar is deze hut allemaal mee verbonden. En vergeet die kleine weggetjes die hier aan de zijkant staan niet, want daar kun je ook het een en ander vandaan halen. En hoe meer verbinding je maakt, dat betekent ook hoe meer je kan scoren. Als een weg verbonden is met meerdere hutjes, dan gaat elk hutje dus daarmee scoren. Dus dit hutje kijkt 1, 2, 3, 4 punten. Dit hutje kijkt, even kijken, oh wacht, en deze toucan zit er ook mee verbonden, 5 punten. Deze ook 5 punten. Geel 1, 2 en dan die toucan 3 punten. Voor deze plus 1, 2 punten vanuit hier is ook weer 5 punten. Dus als je de routes met meerdere hutjes verbindt, gaan die hutjes daar optimaal gebruik van maken. En dat probeer je natuurlijk te realiseren. Maar zodra ook de tweede ronde voorbij is, hebben we een tweede scoring. En dan worden de 3 scores die je verdiend hebt in de 3 kleuren bij elkaar opgeteld. En degene met de meeste punten is de winnaar van Toucana Builders. Er is nog één kleine variant. Dat zijn de prestatiekaarten. Die geven je de optie om nog een extra opdracht te voltooien. Er staat hier onderaan uitgelegd. Verbind het C en F. Hier hebben wij het F. Hier hebben we het C. Als je die met elkaar weet te verbinden, de eerste die dat doet, legt zijn marker. Je hebt nog een paar extra markers op de 8 punten. En andere spelers kunnen daar nog 6 punten mee verdienen. Mochten meerdere mensen het in dezelfde ronde doen, leggen ze hem allemaal op de hoogste waarde. En bij deze variant leg je altijd 2 van die kaarten neer. Aan het begin van elk spel. En daar kun je dus extra punten mee scoren. Dus een leuke variant om het op een andere manier nog uitdagender te maken. Kun je met nog meer elementen rekening houden. Maar zo wordt Toucana Builders gespeeld. Toucana Builders is een vermakelijk puzzel / worldbuilder spelletje. Je bent aan het kijken hoe kun je de beste routes scheppen met de tegels die je elke keer weer trekt en de
terreinverplichtingen die daarbij komen. En hoe kunnen we dus een groot netwerk maken waarbij we natuurlijk het liefste alle wegen aan elkaar plakken. Want dat betekent dat elke hut naar alles kan kijken. Dat is natuurlijk een absoluut utopie die je zelden tot nooit zult kunnen realiseren. Maar dat is wel het streven waar je mee bezig bent. En dat is een puzzel die, ondanks als je hetzelfde level meerdere keren zou spelen, telkens weer anders is. Omdat je telkens weer andere fiches pakt of op een andere terreintegel moet gaan plaatsen. Maar tegelijkertijd is het slim om rekening te houden met de tussentijdse scoring. Na de eerste 12 kaartjes, de eerste 12 tegels die je geplaatst hebt, krijg je een scoring. Dus het is wel fijn als je daar alvast een begin aan punten naar binnen harkt. En daar dan in de tweede ronde op voortborduurt, zodat je bergpunten alleen maar groter wordt. Dus een slimme setup en al wat quick wins zijn in dit geval de sleutel naar de overwinning. Maar tegelijkertijd ook de uitdaging, want je bent altijd begeeriger dan je stiekem weer denkt. Of dat kan misschien ook vooral aan mij liggen. En dan heb je fantastische dingen klaarstaan, maar kom je erachter dat er eigenlijk best wel weinig hutjes verbonden zijn op dit moment. Want dat had je gepland voor de tweede ronde, omdat je specifiek op dat ene stukje zat te wachten, wat maar niet tevoorschijn kwam. En dat is wel iets waar je voorzichtig mee moet zijn, want dat kan je dan net weer de overwinning kiezen. Maar aan de andere kant is het een lekker simpel puzzelspel. Iedereen snapt tegeltjes leggen en routetjes bouwen. Zoals ik al zei, let op de voorgeprinte routetjes op het bord. Zitten best wel veel extra diertjes hier en daar verstopt. Wat leuk is, als je het een paar keer gedaan hebt, gooi er wat extra opdrachten bij, zodat je nog meer hebt om met je puzzel rekening mee te houden. En qua vormgeving is het ook goed gedaan. Duidelijke kleuren en reliëffen, duidelijke posities op het spelersbordje. En ik vind de kwaliteit, dat die plastic spelersbordjes, vind ik ook heel erg tof met de houten componentjes erbij. Werkt prima. Het enige wat ik graag zou hebben gezien was inderdaad een zakje voor mijn tegeltjes. Want die moeten allemaal dicht liggen. Nou, die zat er niet bij. Gelukkig had ik er zelf nog eentje liggen. Maar dat is dan het minpuntje wat ik heb met dit spel. Maar verder is het gewoon een goed spel wat lekker wegspeelt. Gemakkelijk op tafel te krijgen is. Een aangename, zeer herspeelbare puzzel presenteert die elke keer weer op een andere manier uitdagend is. Omdat je altijd meer wil en meer probeert te realiseren. En soms lukt dat beter dan andere keren. En dan nog hoop je dat je tegenstander het niet nog veel beter doet. In een grappig thema en jasje gestoken. En dat maakt Toucana Builders wat mij betreft gewoon tot een goed spel, wat daarom ook een 7 krijgt. Spellen Zolder.